Opnieuw containerbranden in Doorn. De Utrechtse plaats heeft nu al maanden te maken met branden in de nacht. Vannacht was het twee keer raken. Wij namen een kijkje in de buurt. Ja, dat is niet leuk. Het stinkt. Vooral, ik rook het vanochtend in de badkamer dat er iets was. En toen zag ik al dat de container in brand had gestaan. Verder niets van gemerkt. En ja, het geeft een klein beetje onveilig gevoel. Je weet niet of zoiets over kan slaan. Ja, wij zijn het pand aan het verbouwen op dit moment. En wij huren deze container om bouwafval in te deponeren en af te laten voeren. Schokkend. Jammer dat dat moet. Het slaat natuurlijk nergens op. En nu is de container, maar wat is de volgende keer? Dus ergens in mei, juni heeft hier een paar huizen verderop, waar ook een verbouwing is, hetzelfde plaatsgevonden. Ja, wat puincontainers betreft weet ik het niet. Je leest wel regelmatig dat er papiercontainers vlam vatten. Ja, dus dat is schokkend.